Dag Borgerhout. Yo, Borgerhout. Dag Borgerhout. Dag Borgerhout. Hey, Borgerhout. Alles goed? Met de Borgerhoutse jongeren en de jeugdwerkers hier. En we willen eigenlijk heel even iets kwijt. We zitten ondertussen toch wel al 8 maanden in deze corona. En nu nog eens de tweede lockdown. Dat is een beetje te veel aan het worden. Ik weet, jullie zijn het beu. We mogen maar 4 mensen zien. Shotten op het plein kan niet meer. Ik weet het. We hebben onze plannen nodig, want we beginnen tijd. Maar we moeten volhouden. Als we naar buiten kijken, zien we hoe goed iedereen aan de regels houdt. Chapeau en vooral ook echt merci. De laatste tijd zie ik veel afval op straat, vuurwerk dat wordt gegooid. Het is allemaal al moeilijk genoeg nu. Laat het ons niet moeilijker maken. Probeer het toch in de vuilbakken te gooien. Of als je in de buurt woont, neem het even mee. Als we ons allemaal eraan houden, dan hoeven al die politiecontroles niet meer. En wij als jongeren op het pleintje zijn zeker aanspreekbaar. Dus als je vragen hebt, kom maar zeker langs. Vraag maar aan de gemeenschapswachters. We hebben een hele goede band met ze. Die mannen doen geweldig hun werk ook. Zwat, we missen het wel. De sfeer en de samenhang die er in Borgerhout op de plein is, dat is fantastisch. Dus misschien dat hier en daar wat extra lichtjes hangen of zo al voor iets meer sfeer kan zorgen? Want daar is nood aan. En vergeet zeker niet de studerende jongeren, want zij zijn de toekomst. Misschien dat er gekeken kan worden hoe we met die strenge maatregelen toch op een goede locatie kunnen studeren samen. Want daar is nood aan. Misschien dat we de jeugdorganisaties wat tijd kunnen geven om goede alternatieven te bedenken tegen de verveling. Misschien moet er net iets meer mogelijk zijn in de jeugdhuizen. Want er zijn echt wel alternatieven nodig voor jongeren. Misschien moeten we nog even, ook al duurt het zo lang, geduld hebben en ervoor zorgen dat er in Borgerhout geen overlast is. Want die jeugdorganisaties, die zijn er voor eens, hè. Met Kras en Yes, Samen op Straat, Scumsterio's, alle jeugdpartners in Borgerhout. We zijn er voor jullie en we luisteren ook echt naar jullie. En dat doet deugd om gehoord te worden. Praat met de jongeren en niet over de jongeren. Want daar is pas echt nood aan. Want daar is echt nood aan. Want daar is pas echt nood aan. #StaySafe. Dat is een nieuwe raak, hè?